Bij ons staat Kai Boscha. Kai Boscha is de initiatiefnemer van het G-voetbal bij de SV Het Harde. Kai, hoeveel jaren doe je dit al? Vanaf 2006. Dat schud je zo even uit je mouw? Nou ja, dat weet je. Dat weet je. Goed, jullie doen dat dus al vele jaren. Je bent begonnen met een klein groepje, maar de groep wordt steeds groter. Dus, mooi. Ja, zeker mooi. En er zijn ook heel veel jongens weggegaan. Dus we zijn met 6 begonnen. En nu hebben we 20 jongens. En wat ik toen straks ook al zei, ook al 6 vrouwen. Ja. Toen straks. Goed. 6 vrouwen erbij. Hoeveel assistenten heb jij? Ik heb op dit moment is Herwin Leuzing de trainer van de G1. Ik train de G2. Bartus is gestopt. Ja. Helaas wel, dat betreur ik. Maar we hadden een verschil van mening over het begeleiden van de jongens. En dat is dan gestopt en dat is heel jammer. Dat betreur ik ook wel, maar goed, we zullen zien wat de toekomst oplevert. Frans de Heij heeft al te kennen gegeven dat hij de G2 wil gaan begeleiden. Ja, en we zijn dan nog op zoek naar 2 leidsters, begeleidsters van de vrouwen. Dus bij deze eigenlijk een oproep naar iemand die affiniteit heeft met deze doelgroep en graag de vrouwen wil begeleiden. Ja, die zijn welkom. Mooi. Hele mooie inleiding. Doelstelling van de dag van vandaag. Jullie zijn hier op het winkelcentrum van het Harde. Ben je lekker met de jongens aan het ballen. Maar er zijn nog meer activiteiten. En waar zijn jullie mee bezig? Waar we mee bezig zijn is om geld in te zamelen voor de spelersbus. En dat doen we dus door demonstratiepartijtjes te geven. Er zijn 2 jongens die proberen met balletje hoog te houden ook geld binnen te halen bij de mensen. We hebben een enveloppenspel. Dus mensen kunnen een geldbedrag bieden en dan kunnen ze enveloppen trekken. En daar zitten waardebonnen in van de plaatselijke ondernemers. Die hebben wat dingen beschikbaar gesteld. We hebben het gatendoel. Dus kinderen kunnen daarop schieten. En degene met de hoogste aantal punten aan het einde van de dag, ja, die wint, volgens mij is dat die bal die daar, mooie voetbal. Mooie voetbal. Goed, een hele mooie dag. De doelstelling, zoals je dus al zei, van is die spelersbus. Wat voor een bedrag hebben jullie ongeveer nodig? De spelersbus kost ongeveer 15.000 euro. En we zitten nu al tegen de 10.000 euro aan. Dus je bent de helft al gepasseerd? Jazeker, ja. Komt het door sponsoring van bedrijven en instellingen of is men ook al met de collectebus rondgegaan? Nee, er is zelfs een bedrijf van Visser uit Ettenleur die zelfs een bedrag beschikbaar heeft gesteld. Er is een van de broers van de jongens die een accountantkantoor heeft, ook in het westen van het land, die een geldbedrag beschikbaar heeft gesteld. Er zijn 4 bedrijven uit Nijkerk die een bedrag bij elkaar gespaard hebben. En ik moet oppassen dat ik niet andere bedrijven tekort doe. Want er zijn meerdere bedrijven die al gesponsord hebben. Dus dat loopt. Is de bedoeling ook dat de naamsvermelding op de bus komt te staan straks? Nou, dat is even een discussie binnen de club. Het mooiste is natuurlijk als de spelersbus er is, dat het kenbaar is dat het FC Het Harde is, het G-team. Maar ik zou het wel heel mooi vinden als we er ook reclame op zouden kunnen plakken van bedrijven die er willen sponsoren. Want dat geldt. Zouden we misschien weer kunnen gebruiken voor een tweede spelersbus. Dus het moet eigenlijk een beetje gaan rollen. Jan Thomas, ja, kom maar rollen. Hey. Oh! Jammer toch? Oh! Waardeloos die man. Ja, ja, 1 punt. Ja, dus jij loopt al voor de muziek uit in feite 2 spelersbussen. Het moet een spelersbus zijn die je met een gewoon rijbewijs kunt besturen. Dat klopt, dat heb je helemaal goed. Ja, het moet een 9-persoonsbus zijn. Ja. En wie mag dan de chauffeur zijn? Dat is dan de trainer of de begeleider of een van de ouders. Ja. Nou kan het zijn dat je met beide teams tegelijk uit moet. Hoe ga je dat doen? Dan is de een de bus en de andere met de auto. Maar in principe willen we toch wel proberen dat de G1, als die uitspeelt, dat dan de G2 thuis speelt. Mooi. Het G-team, dat traint op het sportpark bij de SV Het Harde, want het valt onder de SV Het Harde. Wanneer trainen jullie? Wij trainen op de woensdag van 7 tot 8. En de vrouwen trainen op de donderdag van 6 tot 7. En dan is de groep 90% aanwezig? Nee, 100%. 100%, want je hebt er fanatieke liggen tussen zitten. Nee, jongens zijn er altijd. Ja. En de meisjes straks? De vrouwen zijn er ook, altijd. Ja. Ja, 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 ja. Is er nog iets dat je zegt van, ik sta nou voor de camera, ik zou nog een oproep willen doen?
Nou ja, de oproep die ik wil doen is dat de mensen die dit filmpje zien straks op de Loe, dat als ze in de gelegenheid zijn om te sponsoren of een bijdrage te leveren, dan is alles is welkom. En waar mag men, wie is de contactpersoon? Daar ben jij, denk ik. De contactpersoon is eigenlijk de website eigenlijk, dus www.svtharde.nl. En daarop is het rekeningnummer van de club. En daar kan men dan op die rekeningnummer kan men het geld storten. En dan komt het bij de penningmeester. En de penningmeester is in principe degene die dan dat allemaal bewaakt. Goed. In het kort, jullie hebben vandaag de actiedag op zaterdag op het plein. De batige saldo of het saldo wat er uitkomt op die dag, die is voor de spelersbus, voor het G-team van de SV het Harde. Dat klopt, ja. En sponsors zijn welkom. Sponsors zijn welkom, ja. Groot en klein. Ja, en ik realiseer me, we komen uit een corona. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die het moeilijk hebben gehad. Dus ik snap ook dat er ook bedrijven zijn die zeggen van nou op dit moment even niet. Maar elke bijdrage is welkom. Mooi. Kai, dankjewel en heel veel succes met je activiteiten. En jullie ook bedankt dat jullie hier zijn. Super. Dankjewel.